Hij laadt wel op, maar heel traag. Okay. Dus je moet op zoek gaan naar batterijen en deze moet je vervangen. Ik ga ervan uit dat jij hier wel uit de voeten mee kan komen. Okay, ja, prima. Max doet eigenlijk twee dingen hier in het bedrijf. Hij doet websitebeheer, doet hij een stukje. Maar verhalen ook helpen op afstand, problematiek oplossen, die eigenlijk binnen een kwartier, 20 minuten zijn opgelost. Zal ik anders even met u meekijken? Mijn voornaamste bezigheid is mensen helpen. Dus informatie geven, online verkoop, ondersteuning, hulp op afstand. En zorgen dat de klant tevreden is. De print doet dat niet. Oké. Je moet stressbestendig zijn. Je moet zelfverzekerd zijn. Je moet een stukje mensenkennis hebben. Je moet goed kunnen luisteren naar de klant. En je moet ook het vertrouwen kunnen geven aan een gebruiker of aan de klant dat je het kan oplossen. Want daar staat bijna alles mee. Ik zie dat je ingelogd bent bij de klant. Ja. Oké, dan ga je hier naar instellingen toe. Nou, mijn dag is echt top als ik zoveel mogelijk klanten heb geholpen en tevreden heb gesteld. Het maakt mij blij, maakt mij vrolijk en het motiveert mij om meer werk te gaan doen. Je moet POP inschakelen, want IMAP stuurt niet door. Oké. Okay. Nou, wat ik heb geleerd op de opleiding is hoe onderdelen met elkaar communiceren. En hoe het internet en de computer zelf in elkaar steken. Hier pas ik dat allemaal toe. Dus het inderdaad bouwen van nieuwe systemen, ja, dan moet je natuurlijk wel weten hoe dat precies allemaal in elkaar zit. En als je dat allemaal weet, kan je zo één hele PC bouwen. Wat ik denk, snap jij. Ja. En wat jij doet, vind ik leuk. En je bent ook voor mij bedrijf toegevoegde waarde. Ja. Als ik kijk wat je in de korte tijd allemaal geleerd hebt en gedaan hebt, denk ik van nou, een groot compliment. Nou, de dag zit erop. We gaan naar huis. En ik word even afgezet, dus dat is mooi. Top.